gereedschap. Nou, je staat een schrikje wezenloos, want we lagen te slapen en toen werden we gebeld door de buurvrouw. En die zegt, die schuur staat, de garage staat in de brand. Gauw het aangetrokken, ik kom beneden. Oh, ik zag al vlammen achter de garage, autosleutels mee en twee auto's staan er. En dus ik kom binnen, deurtje door, maar toen stond al vol met rook. De garage deur is een elektrische deur, maar omdat de stroom natuurlijk af was, kon je natuurlijk niet van binnen auto openen. Dus toen ben ik teruggegaan, want ik denk dat loopt niet goed af anders. Ja, de schade, want ik zie inderdaad twee auto's in ieder geval. Ja. Zit er nog een bijzondere tussen? Ja, dat is een Mazda MX-5 van 1991. Dus dat is nou ja, een oldtimer, maar ja, we doen er ritten mee met de Mazda MX-5 club. Dus ja, dat mis je dan een ene. Ja, het zijn spullen. Dus het kan natuurlijk veel erger. Als je natuurlijk garage tegen het huis aan staat, dan ben je het huis ook kwijt.